Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag uitzending 679. Salomo wil jonge mensen leren om wijs te handelen, om niet impulsief toe te geven aan allerlei verleidingen, maar goede keuzes te maken. De basis van alle kennis en wijsheid ligt in het eerbiedig ontzag voor de Heeren. Vanuit die bron leren mensen om verstandige keuzes te maken en goede dingen te doen. Salomo geeft in dit boek veel voorbeelden uit de natuur en het dagelijks leven en knoopt daar zijn wijze lessen aan vast. Soms moet de lezer even goed nadenken om de bedoeling te achterhalen. Sommige spreuken zijn nogal cryptisch. Dat nadenken om de spreuk te begrijpen helpt ook om hem beter te onthouden. In de tijd van Salomo schreven koningen vaker een verzameling spreuken. Deze waren dan meestal gericht aan de oudste zoon. Het boek van Salomo is niet specifiek voor zijn zoon Rechabian bedoeld. Hij richt zich veel breder, tot vooral de jonge mensen. Maar wie al wat ouder en wijs is, zal niet ontkennen dat er ook voor hem of haar nog veel te leren is. Sterker nog, een kenmerk van wijsheid is het besef dat er nog veel te leren valt. Verstandige mensen denken niet dat ze alles al weten. In de inleidende verzen van Spreuken hebben we ook al kennis gemaakt met een groep mensen voor wie dit boek niet bedoeld is. De spotters. Aan hen is wijze raad niet besteed, zegt Salomon. In de vorige uitzending zagen we dat de bedoeling van het Bijbelboek Spreuken in de versen 2 tot en met 4 wordt weergegeven met een opsomming van zaken die geleerd moeten worden. Het eerste doel is om mensen te leren hoe zij moeten leven. In het kader van spreuken kunnen we dan denken aan ons zag hebben voor de Heer en aan het eerbiedigen van de wijze lessen van de ouders. Een tweede doel van het Bijbelboek is de zin van dingen begrijpen. Ten derde hoopt Salomo dat er in dit leerproces een aantal zaken ontvangen zullen worden, namelijk verstandigheid, eerlijkheid en oprechtheid, in heel de levenswijze. Salomo heeft als doel vooral jonge mensen die makkelijk voor verleidingen kunnen vallen, te helpen niet impulsief te handelen, maar alles bezonnen te doen. Toch doet hij in vers 5 ook een oproep aan degene die in zijn leven al wijsheid heeft verworven. We gaan verder kijken wat het boek nog allemaal kan bewerken. Spreuken 1, vers 6. Om een spreuk en een spreekwoord te begrijpen: woorden van wijzen en hun raadsels. Het spreken en raadsels komen we in spreuken doorlopend tegen, doordat dingen uit de natuur en uit het dagelijkse leven worden gebruikt voor morele lessen. Deze vergelijkingen zijn doordacht en in eerste instantie raadselachtig. De raadsels en spreuken prikkelen de hoorder tot reflectie en sporen uiteindelijk aan tot een juist handelen. Spreuken 25, vers 2 verwoordt eenzelfde gedachte als in dit vers met de woorden: Het is Gods eer een zaak verborgen te houden, maar de eer van koningen een zaak te doorgronden. De Heere gooit geen parels voor de zwijnen. Ook de parels van wijsheid niet. Ze zijn waardevol en moeten gezocht worden. Het is net als met goud, diamanten en andere kostbaarheden. Ze zijn verborgen. En moeten ontgonnen worden. De Heer Jezus zegt in Johannes 5, vers 39: U onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. De prachtigste diamant die een Bijbellezer in de Bijbel kan vinden, is de Heer Jezus Christus. Als een mens zich aan Hem toevertrouwt, ontvangt Hij of zij eeuwig leven. Jezus zegt dat al de boeken in de Bijbel van Hem getuigen. Een mens kan in de Bijbel heel wat prachtige dingen vinden, maar als jij Christus niet hebt ontmoet in het Woord van God, dan heb je de enige echte schat en wijsheid nog niet gevonden. Eigenlijk is het dan nog erger gesteld, want als iemand Christus niet heeft gevonden, of zelfs beweert dat God niet bestaat, dan is hij of zij het tegenovergestelde van wijs, namelijk dwaas. David heeft het al opgeschreven in Psalm 53, vers 2. Daar staat: De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij handelen verderfelijk. Zij bedrijven gruwelijk onrecht. Er is niemand die goed doet. Maar voordat een mens de wijze woorden van de Heer goed begrijpt en weet wat er achter zijn woorden schuilt, moet er vaak heel wat gebeuren in een mensenleven. Spreuken 1, vers 7: De vreze des Heren is het beginsel van de kennis. Dwazen verachten wijsheid en vermaning. Salomo onthult waar de echte kennis en wijsheid te vinden is. Het woord vrees heeft in zichzelf geen positieve klank. Ieder mens krijgt er in zijn leven wel op een of andere manier mee te maken. Toch kent de Bijbel een heel ander aspect van dit woord. Dat is in de uitdrukking de vrezen des heren. Daar heeft het juist een positieve, een gunstige klank. Hoe paradoxaal het ook klinkt, de vrezen des heren is dat je vol ontzag bent voor God en hem eerbiedig dient. Niet uit angst, maar omdat je van hem houdt. Ook de sleutel naar echte wijsheid en kennis is het eerbiedig ontzag voor de heren. Hiermee wordt gesteld dat menselijke kennis verbonden moet worden met de relatie met de heren. In eerbiedig ontzag voor de Heer kan een mens de juiste verhouding tot God en de juiste levenshouding vinden. We lezen in het vervolg van spreuken dat zo'n ontzag leidt tot een lang leven, het vermijden van de dood, als ook tot wijsheid, nederigheid, eerbetoon en welvaart. Tegenover de weg naar de wijsheid staat de verklaring dat dwazen wijsheid en tucht verachten. Alleen dwazen schatten Gods lessen en wijsheid niet op hun waarde. Zij leren er niet van. Het Bijbelboek Spreuken wil ons bepalen bij fouten en misters die anderen al hebben gemaakt, opdat wij ervan zullen leren. Laten we goed luisteren en daarnaar handelen. Spreuken 1, versen 8 en 9. Mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader. En verontachtzaam het onderricht van je moeder niet, want ze zijn een bevallige krans om je hoofd en schakels van een ketting om je hals. Deze versen horen bij mijn favoriete versen uit de Bijbel. Pas later besefte ik hoe waardevol de opvoeding van mijn ouders geweest is. Als kind begreep ik het vaak niet en rebelleerde tegen hen. Toch kan ik nu met zekerheid zeggen dat mijn opvoeding een bevallige krans om mijn hoofd en schakels van een ketting om mijn hals zijn. Het eerste onderwijs dat een mens krijgt, is dat van zijn ouders. Wie als kind gehoorzaamt aan zijn ouders, onderwerpt zich aan de orde die God heeft ingesteld. Dat is de taak van een kind. Maar ook ouders hebben een grote opdracht: namelijk kinderen in de wijsheid te onderwijzen. Dus in het kennen van God. Het boek Spreuken is hiervoor het ideale opvoedkundeboek. Men vindt er alles in wat nodig is voor de opvoeding van kinderen. De sfeer waarin het onderwijs plaatsvindt is een vader-zoonrelatie, een sfeer van liefde, vertrouwelijkheid, betrokkenheid en geborgenheid. We mogen God dankbaar zijn als we een thuis hebben gehad waarin alle dingen van het leven met God rekening werd gehouden. Aan de andere kant mogen God genade hebben over ouders die niet hun kleintjes in de dingen van God onderwijzen. Zowel vader als moeder worden genoemd. Beiden zijn nodig voor een opvoeding naar Gods wil. Man en vrouw moeten op één lijn staan in de opvoeding en elkaar niet afvallen, zeker niet in het bijzijn van de kinderen. Kinderen voelen het aan als er verschil is tussen vader en moeder. Ze kunnen dit dan ook in bepaalde gevallen gebruiken en uitbuiten. Wat we hier van de vader en moeder lezen, kunnen we ook toepassen op hen die in geestelijke zin vaders en moeders zijn. Zo was bijvoorbeeld ook Paulus voor de pasbekeerden als een vader. In 1 Thessalonischens 2, vers 11 schrijft hij: Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen. Spreuken 1, vers 10. Mijn zoon, als zondars jou willen verleiden, bewillig er dan niet in. We zagen dus dat het onderwijs thuis begint. Nu zien we wat er buitenshuis gebeurt. Als de jongeman weggaat, wie is de eerste die hij tegenkomt? Meestal zal dat contact zijn met een zondaar, omdat de meeste mensen in die categorie vallen. Ze zijn niet tot Christus gekomen. Wij allen zijn zondaars. Maar de jonge man zal de niet-verlosten ontmoeten die werkelijk in zonde leven. Dus wat hoort zijn houding te zijn? Bewillig er dan niet in. Met andere woorden, doe dan niet mee. Een praktijkvoorbeeld uit de Bijbel kan Jozef in het huis van Potifar zijn. De vrouw van Potifar wilde hem verleiden, maar Jozef deed niet met haar mee. Spreuken 1, versen 11 tot en met 13. Als zij zeggen: Ga met ons mee. Laten wij loeren op bloed, zonder reden een onschuldige belagen. Laten wij hen levend verslinden, zoals het graf, volledig, zoals hen die in de kuil neerdalen. Allerlei kostbare bezittingen zullen wij vinden. Onze huizen zullen wij vullen met buit. De vader geeft een voorbeeld van hoe zijn zoon verleid kan worden. Zij proberen de aangesproken zoon te verleiden door hem voor te houden dat de slachtoffers genoeg geld en spullen hebben en er een flinke slag kan worden geslagen. Een zondaar heeft een plan en een programma om dingen voor niets of weinig in bezit te krijgen. Hij probeert op een makkelijke manier rijk te worden en laat daarvoor een ander lijden of zelf sterven. Spreuken 1, vers 14. Je zult je lot in ons midden werpen. Wij zullen allen tezamen één buidel hebben. De verleidelijke belofte klinkt dat, als gij meedoet, hij zijn deel van de buit zal krijgen. Daarmee heeft de aangesprokene kans om rijk te worden. Daarbovenop Wordt met de gebruikte woorden de aangesproken persoon ook voorgehouden aan hen gelijk te zijn. Ook vandaag worden verleidingen vaak versterkt door de gedachte ergens bij te horen. De groepsdruk is niet te onderschatten. Spreuken 1, vers 15. Mijn zoon, ga niet met hen op weg, weerhoud je voet van hun pad. Bij de bespreking van 2 Korinthe 6, vers 17 hebben we gelijksoortige woorden gelezen. Daar staat. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heer. En raak het onreine niet aan, en ik zal u aannemen. Een mens moet niet bang in het leven staan, maar soms is ergens weggaan de veiligste en beste oplossing. Ook wij mogen ons geregeld afvragen of er bepaalde mensen in ons leven gekomen zijn die er beter niet zouden zijn. Spreuken 1, versen 16 tot en met 18. Want hun voeten snellen naar het kwaad en zij haasten zich om bloed te vergieten. Voorzeker, het net wordt te vergeefs gespannen voor de ogen van al wat vleugels bezit. Zij loeren op hun eigen bloed. Zij belagen hun eigen leven. Hier wordt een beeld uit het jachtleven gebruikt om te verduidelijken. Zoals vogels hun eigen ondergang tegemoet gaan, gaan de misdadigers, terwijl ze het weten, hun ondergang tegemoet. We hebben hier te maken met een verhard persoon, die wel beseft heeft van de gevaren die aan zijn daden kleven, maar die de consequenties van zijn handelen verdrinkt. Een zondaar kan weten wat het einde van zijn weg is, maar hij volhardt toch in zijn zondige weg. Ze denken voordeel te halen door een ander te doden, maar ze zijn een bedreiging voor zichzelf. Spreuken 1, vers 19. Zo zijn de paden van allen die op winstbejag uit zijn: dat ontneemt zijn bezitters het leven. De redenering wordt afgesloten met een conclusie die betrekking heeft op de wegen van alle mensen die naar hunkeren om zich ten koste van anderen onrechtmatig te verrijken. Dergelijke praktijken zullen mensen te gronden richten en het leven benemen. De behoefte aan de rijkdom is in het Bijbelboek, maar ook vandaag een belangrijk motief in het menselijk handelen. Wie zich zo probeert te verrijken, gaat aan die gewelddadige hebzucht ten onder. Spreuken 1 versen 20 en 21 Buiten roept de hoogste wijsheid luid. Op de pleinen laat zij haar stem klinken. Zij roept boven het rumoer uit. Aan de ingangen van de poorten in de stad spreekt zij haar woorden uit. Hier ontmoeten we voor de eerste keer de personificatie van de wijsheid. Zij komt uitvoeriger terug in spreuken 8 en 9. De genoemde plaatsen waar de wijsheid roept, zijn locaties waar grotere aantallen mensen samenkomen. Met andere woorden, de wijsheid is niet moeilijk te vinden en wordt als het ware van de daken geschreeuwd. Spreuken 1, versen 22 en 23. Hoe lang zult u, onverstandigen, onverstand liefhebben? Zullen spotters spotternij voor zich begeren en dwazen kennis gaten? Keert u zich tot mijn bestraffing? Zie, ik zal mijn geest over u uitstorten, mijn woorden u bekend maken. Velen die bedenkelijke zaken gedaan hebben in het verleden, zeggen: Wat ben ik stom geweest? Spreuken wil dat voorkomen en vraagt: Hoe lang ga je stom blijven? Wanneer kom je naar de school van wijsheid? De wijsheid uit haar ergernis door middel van drie retorische vragen. Als eerste stelt ze de vraag aan slechte mensen: Hoe lang zij de onverstandigheid blijven liefhebben? De wijsheid spreekt hier tot de jonge mensen die naïef in het leven staan, hun hart richten op onverstandige zaken en verkeerde keuzes maken. Als tweede wordt gevraagd hoe lang spotters voor zichzelf behagenschappen in hun eigen sneren. Daarbij gaat het over de ergst denkbare categorie: over mensen die niet meer te veranderen zijn. De derde rhetorische vraag is de vraag hoe lang dwazen nog wijsheid zullen negeren. Na deze uiting van ergernis over de hardnekkigheid van mensen. Presenteert de wijsheid een belofte die verbonden is met een voorwaarde? Eerder hebben spotters en dwazen zich in een verkeerde richting georiënteerd. Maar nu moeten ze zich omkeren en zich onderwerpen aan de vermaning van de wijsheid. Als dat gebeurt, zal de wijsheid laten zien wat zij wil en wat zij denkt. De wijsheid biedt zichzelf aan, en dat heeft heil tot gevolg. Maar de wijsheid kan zich ook terugtrekken, en dat heeft dood en verderf tot gevolg. Spreuken 1, versen 24 tot en met 27 omdat ik riep, maar u weigerde, mijn hand uitstrekte, maar niemand er acht op sloeg, omdat u al mijn raad verwierp, mijn bestraffing niet heb gewild, daarom zal ik ook lachen om uw ondergang, u bespotten wanneer uw angst komt, wanneer uw angst komt als een verwoesting, uw ondergang eraan komt als een wervelwind, wanneer benauwdheid en nood over u komt. In deze verzen volgt een terechtwijzing vanwege dingen die de hoorders hebben gedaan. De wijsheid geeft een opsomming van de redenen waarom het oordeel komt. De wijsheid heeft steeds geroepen en gewaarschuwd, maar de hoorders weigerden te luisteren. Haar raad hebben zij naast zich neergelegd. Na deze aanklacht volgt de beschrijving van het oordeel. De wijsheid verklaart nadrukkelijk dat zij zal lachen als de verschrikking over haar ongehoorzame toehoorders komt. Het valt op dat dezelfde woorden gebruikt worden als in Psalm 2, vers 4. Hiermee wordt het goddelijke karakter van de wijsheid aangegeven. De wijsheid treedt zelf niet actief op. Het oordeel kan plotseling en vernietigend komen snel en medogenloos, als een wervelstorm. Zo komt angst en uitzichtloosheid over de slechte mensen. Spreuken 1, versen 28 tot en met 33. Dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Zij zullen mij ernstig zoeken, maar zullen mij niet vinden, omdat zij de kennis hebben gehaat en de vrezen des Heeren niet hebben verkozen. Zij hebben mijn raad niet gewild. Al mijn bestraffingen hebben zij verworpen. Zij zullen van de vruchten van hun weg eten, en verzadigd worden van hun eigen opvattingen, want de afvalligheid van de onverstandigen zal hen doden en de zorgeloze rust van de dwazen zal hen ombrengen. Maar wie naar mij luistert zal veilig wonen, hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad. De wijsheid beschrijft het definitieve karakter van het oordeel en de redenen daarvoor. De reden voor de radicale afwijzing is dat de kwaaddoeners adviezen en vermaningen afwezen. Zij wilden niets weten van eerbiedig ontzag voor de Heer. Daarom moeten zij de gevolgen dragen en ondervinden van wat zij zich op de hals hebben gehaald. Zij die naar de wijsheid luisteren, zullen veilig wonen te midden van de dreigingen van het kwaad. De wijsheid spreekt met goddelijke autoriteit, zoals de Heer ook spreekt door de profeten. De verkondiging van de wijsheid stelt voor de keuze van leven en dood. Wie naar de wijsheid luistert, zal de ware rust en bescherming ontvangen. U heeft geluisterd naar door de Bijbel een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht, www.twr.be, voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Courchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.